En dus in de geldwereld zitten gewoon alle haaien zitten in de geldhandel. Ja. Dus die denken, nou, als een minister dat bedenkt, daar kunnen wij wat mee. Ja. Prijsplafond, daar kunnen wij wat mee. Het is gewoon een aantal grote dingen, grote golven gaan veroorzaken. Ja, kunnen banken in problemen komen. Ja, dan moet ze weer gered worden, dan moet iets bedacht worden. En als het gezellig wordt, moet centrale bankier zeggen, sluiten de tap. Ja. Dat het niet te gezellig wordt, dat niet uit de hand lopen. Ja. Wat moet de centrale bankier nu? Het wordt gezellig. Dan gaan we gewoon blijven de tap openzetten. We gooien nog een schep boven. Wij gaan ja, niet... Neil Vatteraan. Kees, toen jij een paar maanden geleden wegging bij BNR, toen zei jij, alles wat ik voorspeld heb gaat uitkomen. Dus ik heb niks meer te voorspellen. Liggen we een beetje op schema met al jouw doemscenario's? Nou ja, doemscenario, er komen gewoon onprettige tijden aan. De vraag is nou alleen, hoe onprettig gaat het worden? Gaat het meevallen? Dat kan natuurlijk ook. Oh, dat kan nog wel? Ja, dat kan altijd. Kijk, dat was zo zeggen. Marianne, de economie bestaat uit mensen. Dus als mensen met elkaar de goede besluiten nemen en de goede dingen doen, dan kan de schade beperkt blijven. Maar als we gewoon besluiten nemen die meer problemen veroorzaken, ja, dan krijg je wat je in wezen waar je aan werkt. Dat doe je natuurlijk niet expres, maar dat zijn wel de gevolgen. Want dat is ook het punt heel vaak. We willen van alles, maar we praten heel weinig over de consequenties. Ja. Kijk, en dat was mijn punt toen de tijd ook al. Voor mij mag alles. Alleen heb je dan bedacht wat de consequenties zijn en ga je daarmee akkoord. Maar de afgelopen jaren willen we van alles, dan heeft het consequenties en dan gaan we daar ook weer wat aan doen. Ja, en dan krijg ik op een gegeven moment een warboel. Maar als we even een lijstje maken van 5 puntjes of zo van dingen die jij voorspeld had. Inflatie naar 20%, ja, zag jij die aankomen? Nee, kijk, wat stond op jouw lijstje? Nou, kijk, met die inflatie, dat was vorig jaar om deze tijd, begon het een beetje op te lopen. En dat was dat. Ja, en dat is natuurlijk dat is eerst verder opgelopen. Toen kwam dat conflict met de Oekraïne en de sancties. En toen is het nog veel verder opgelopen. Toen werd iedereen nerveus, nog hogere prijzen. Ja, die nervositeit die is nou een beetje aan het wegzakken. Dus die prijzen zijn de afgelopen weken weer een beetje aan het dalen. Ja, maar dat is vanuit een soort extreem nerveuze situatie. Maar die kan weer terugkomen als er weer een paar rare dingen gebeuren. Ja, dat is inflatie. Nou, rente. Wat doen de centrale banken? Die hebben heel lang nul. Die zijn nou denken ze dat ze iets aan het doen zijn door de rente te verhogen. Ja, maar ja, zolang die rente heel laag blijft, heeft dat economisch niet zoveel consequenties. Maar we leven in een schuldeconomie. We hebben ontzaglijk hoeveel het geld heen. Dus als die rente omhoog maar lekker oploopt, ja, dan krijg je met herfinancieren van schulden. Gaan natuurlijk langzaam maar zeker mensen en bedrijven en organisaties in problemen komen. Ja, dat is allemaal geen en landen ook. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. En banken dan ook? Nou ja, ja kijk wat je in die financiële wereld moet realiseren. Je hebt het officiële bankenstelsel met alle toezicht van de centrale banken. En ik denk dat daar, nou ja, met dat toezicht, daar is de schade op eerste instantie beperkt. Maar je hebt een heel en een veel groter terrein wat heet schaduwbankieren. Dat is wat bedrijven, organisaties, instellingen onder elkaar doen zonder de banken. Want als jij als organisatie, maakt niet uit welke, als je heel veel geld hebt en je krijgt heel veel geld, je moet heel veel geld uitbetalen, ja, dan kun je wat doen met dat geld. Maar wat wordt er geschaduwbankierd dan? Nou ja, als je bijvoorbeeld bij de bank geen geld krijgt, dan kun je bij een collega bedrijf aan proberen aan geld te komen. Of je gaat naar een investeerder? Een investeerder, ja. Dat schaduwbankieren, dat is echt onvergelijkbaar veel groter dan het officiële bankieren. En dat schaduwbankieren, dat totaal ongereguleerd is, ik denk dat daar zitten echte tijdbommen. Dan zou je zeggen, wat maakt nou? Dus daar beginnen de problemen. Maar als bij wijze van een bank, als een organisatie of een bedrijf of in problemen komt en ze hebben ook contacten met een bank, ja, dan kan die bank ook langzaam maar zeker in problemen komen. Wel meegesleurd worden, ja, daarin. Ja, ik weet niet of je dat meegekregen hebt in Engeland een paar weken geleden met die pensioenfondsen. De Engelse rente steeg een beetje, die steeg in 1%. En toen bleek dat de pensioenfondsen, gewoon een organisatie met heel veel geld in en uit, ja, dan gewoon gekeken of ze wat extra's konden verdienen. Ja. Nou, dat kon. Met allemaal derivaten en creatieve constructies. Maar die constructies waren niet bestand tegen een snel oplopende rente. Onmiddellijk een crisis in die Engelse financiële wereld. Hè. Dat is ook zo'n voorbeeld. Die pensioenfondsen,
He, want de rente, officiële rente was heel laag. Dus de pensioenen dachten, nou, misschien kunnen we iets meer verdienen, een procentje meer. Creatieve constructies, tegenpartijen, andere series voorwaarden. Ja, maar niet gerekend op dit. En onmiddellijk een totale chaos. Nou, dat is maar één voorbeeldje. En die pensioenfondsen, mind you, dat zijn eigenlijk nog keurige, brave mensen. Ja. He, die, dat zijn niet de ergste speculanten. Dat zijn niet de ergste cowboys. Nee. Dus in dat hele, maar pensioenfonds in dit verband is dus schaduwbankieren. He, die hebben gedacht van, wij willen iets meer verdienen dan we krijgen bij de banken. Ja. Nou, en zo zijn er duizenden, honderdduizend partijen die met elkaar dingen doen om te kijken of ze iets meer kunnen verdienen. Of iets goedkoper. Creditcards. Als je een hypotheek hebt, lening van bedrijven. Op alle mogelijke manieren kun je iets doen met je geld. Om te kijken, van, kan ik er iets mee verdienen? Maar toen die Engelse situatie, toen had ik voor het eerst weer een beetje de angst van, straks gaan de banken weer omvallen. Toen heb ik voor het eerst weer even gekeken van, heb ik alles netjes gespreid? En ik had nog allerlei rekeningen van, weet ik wel, bij de NIBC en de Leaseplan Bank en weet ik veel. Dat ik dacht, oh, misschien moet ik toch mijn geld weer een beetje gaan spreiden. Dat depositogarantiestelsel werd voor mij voor het eerst weer actueel. Ja, ja, ja. Want ik las toen ook in het FD volgens mij een heel stuk over dat ook Nederlandse banken toch waarschijnlijk wel miljarden aan het verliezen zijn of moeten afschrijven nu, omdat ze in al die mergers en acquisitions, al die overnames, ook allerlei aandelen hebben genomen eigenlijk. Ja, ja. In wat waarschijnlijk ook weer luchtbellen zijn. Of overgewaardeerde bezittingen. Maar goed, dus. Maar hoort dat ook onder dat schaduwbankieren? Of is nou, het nou, als lang het als ware de banken betreft, hè, die vallen onder toezicht. DNB heeft toezicht, ECB heeft toezicht. Dat is allemaal nog redelijk onder controle. Maar ook dit stuk? Rol die die zakenbanken dan hebben in die overnames? Dat schaduwbankieren is echt een ongelooflijk veel groter en wijzer. Daar heeft niemand overzicht over, echt helemaal niemand. Want je weet niet wat partijen met elkaar hebben afgesproken. Dus je weet ook, alleen op een gegeven moment komen er geen problemen. Ja, dat kan. En dan weet je dat het zo. En wat gaat er dan gebeuren? En het staat allemaal om gaat die bedrijven waar hun bankcontacten moeten gaan aanspreken. En dan wordt de bank geraakt. Maar die banken, het fenomeen is daar wel vaker over gehad. Je kunt alles goed doen als organisatie en toch in problemen komen. Omdat jouw handelspartners in problemen komen. Ja. Ja, dus jij hebt overal aan gerekend. Ja, weet je wel, je hebt niet allemaal gehad. Je weet niet precies wat anderen allemaal gedaan hebben. Maar dat zie je natuurlijk nu gebeuren. Want niemand ging ervan uit dat alle bakkers failliet zouden gaan. Of dat alle kassen in het Westland hier. Maar er zijn toch ook allerlei toeleveringsbedrijven die dachten, ja, ik doe zaken met gerenommeerde grote. Maar dat heeft dan te maken met die inflatie natuurlijk. Hè. Die energiecrisis. Die energiecrisis. Hè. Ja. Die mensen hebben gewoon gezegd, ja, dat heeft geen zin meer. We stoppen ermee. Ja. Dan krijg je. Maar als toeleverancier zag je die niet aankomen. Nee. En die hebben ook weer toeleveranciers. Ja. Dus daar zit dat kaarthuisje valt dan om. Nou ja, dat begint dan allemaal te kraken. Hè. Dus die banken, ja, die worden geraakt door de activiteiten van anderen. Ja, en maar gaan die banken weer omvallen in Nederland? Kan dat? Nou ja, dat kan altijd natuurlijk. Maar dat zie jij niet als een risico? Nou ja, dan gaan ze gered worden. Ja. Ja, kijk, want dat was natuurlijk in 2008 ook al zo. Kijk, toen in 2008 waren de banken heel kwetsbaar. Die hadden allemaal rare dingen gedaan. Nou, die banken hebben niet zo rare dingen gedaan. Maar heeft de rest van de wereld allemaal rare dingen gedaan. Ja. En als het daaraan misgaat, ergens, dan begint die gewoon een steen in de vijver. En dan begint die golfjes gewoon alle kanten op te bewegen. Ja. En het punt is, als er dan één dingetje misgaat, nou ja, weet je al, dan is het financiële stelsel sterk genoeg. Het officiële financiële stelsel. Als gewoon een aantal grote dingen, grote golven gaan veroorzaken, ja, dan kunnen banken in problemen komen. Ja, dan moeten ze weer gered worden. Dat moet iets bedacht worden. Wat zag je nog meer allemaal aankomen toen? Nou ja, ik moet zeggen, Marjan, dat schaduwbankieren, dat is nu niet gisteren bedacht. Hè. Dat doen we al heel erg lang. Er zijn ook de zegeltjes bij de Albert Heijn. Nou ja, toch? Ja, maar dat is natuurlijk. Nee, maar ik bedoel zit overal. Laten we zo zeggen, dat schaduwbankieren is al een jaartje of 30, 35 is dat wel. Misschien wel 40 is dat langzaam maar zeker wat groter geworden. Maar wat je nou krijgt, toen de banken onder curatele werden gezet door centrale bankiers, mochten ze veel minder. Dus een heleboel partijen zeiden, okay, ja, als het niet meer bij de bank mag, dan moeten we elkaar helpen. Ja. En er was heel veel geld. Nou ja, nee, dat is één. Dus we beginnen al met banken onder controle zetten. He, die mochten niet veel meer. Nou, dan hebben bedrijven geld nodig, kunnen geld uitlenen, god weet wat, dus gaan ze elkaar helpen. En daarna is de rente verlaagd naar ongeveer nul. Ja. Dus iedereen zat gaan te kijken. Je moet niks, maar ik wil wat verdienen. Ja. Dus dat heeft wel leid tot een explosie van creatieve producten.
Dus dan als alles maar rustig blijft, kalmte blijft. Maar ik zag het ook in mijn omgeving. Ja, dus mensen gingen ineens wijnen kopen, klassieke auto's. Nee, maar er werd heel serieus geld mee verdiend ook. Ja. Maar mensen gingen hun geld dus in andere dingen stoppen. Ja, nou ja, goed, ja. Dat zou ook gebeuren natuurlijk. Hè. Dan kan maar dat is niet één flesje wijn, maar die koopt gewoon kelders vol wijn. Dat is ook met de huizenmarkt. Ja. Dan zou ik zeggen, dat is allemaal een beetje particulier. Maar dat schaduwbankieren, dat zijn ontzaglijke grote netwerken met hele creatieve producten, met hele specifieke voorwaarden. Dus als het allemaal binnen die voorwaarden blijft, gaat het goed. Maar dan krijg je dat soort pensioendingetjes als in Engeland. Ja. En dat is natuurlijk, kijk, als bij spreken een particulier voor 1 miljoen wijn koopt en het is weg. Ja, jammer dan. Ja, kan je het anders opdrinken. Ja, kan je het anders opdrinken. Maar dit gaat ook allemaal met leverage en afgeleide producten en derivaten. Weet je wel, niemand heeft overzicht, dat bestaat niet meer. Maar het is wel veel groter geworden doordat de banken zelf aan banden zijn gelegd en de rente nul werd. Want toen zei hij, wat moet ik ermee? Hoe kom ik nog aan dingen? Maar wat stond er nog meer in jouw doemscenario's? Hè? Nou, ja, dat gratis geld dat aflopend was, heb jij natuurlijk altijd voor gewaarschuwd. Nou, ik heb me nooit gerealiseerd, eerlijk gezegd, dat hele schaduwbankieren, dat zo ontzagwekkend groot en diep is geworden. Ja. Dat pensioenverhaal in Engeland. Marianne, pensioenmensen onder toezicht van de Engelse Centrale Bank. Het kan niet veiliger, toch? Zou je zeggen. Ja. En voor je het weet is er een ontspoorde zaak. Ja. Nou, ik kan je wel vertellen, er zijn in de wereld echt hebben mensconstructies uitgebracht die toch veel risicovoller zijn dan die Engelsen. Maar dat weten we nog niet. Maar dat weet eigenlijk niemand. De betrokken partijen. Jawel, maar dus dat is helemaal niet op de radar van... Nee, van, totaal niet. Niet van de overheid, niet van de Nederlandse bank. Nee, helemaal niks. Niet van financiële journalisten of misschien hele specifieke. Misschien dat die dat wel weten, maar je weet natuurlijk niet wat allerlei trashers met elkaar afspreken natuurlijk. Ja. Maar het punt is, als... met tegenpartijen en leverage en geleend geld en derivaten. Ja, iedereen staat als een haven bovenop om te kijken of de afspraken handhaaf blijven. Als het niet zo is, dan moet er gewoon geld op tafel komen, ter stukken geleverd worden. Dan begint het te bewegen. Ja. En zolang het punt is natuurlijk, kijk, die pensioenfondsen, die zijn zo groot, die kunnen altijd betalen. En dat gaat wel ten koste van de pensioenen. Goed. Maar er zijn natuurlijk ook partijen die dan in gebreken blijven. Ja, en dan begint het pas echt natuurlijk. Want in Engeland leek het even behoorlijk kantje boord ook. Want ook de regering was helemaal door overvallen. Wat het domino-effect uiteindelijk was, toch? Ja. Ja, die hadden dat gewoon nooit gerealiseerd. Kijk, weet je wel, het zit allemaal zo fijnmazig en zo creatief in elkaar dat gewoon niemand meer overzicht heeft. Je kunt alles nog bedenken, maar je weet niet of het gebeurt het 1 keer, gebeurt het 100 keer, gebeurt het 1000. En wat hebben ze allemaal meer allemaal bedacht? Want Marianne, als mensen geld willen verdienen, dan weet je zelf ook, er zijn heel veel hele creatieve mensen die dan toch iets gaan bedenken. En duizenden creatieve mensen met elkaar komen met hele creatieve oplossingen. Die als het goed gaat, iedereen blij maken. Als het een beetje tegen zit, dan krijgen we ruzie natuurlijk aan. Dan krijgen we gedonder. En daar komt het een beetje vandaan. Ja. Denk ik. En wat daar bovenop komt, dat is die recessie. En de hoge inflatie, de hoge rente. Weet je, dat is een beetje een optelsom van erg onprettige ontwikkeling die nou met elkaar over de economie heen spoelt. Want waar staan wij nu? Staat de economie op instorten? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Zo erg is het niet. We gaan een recessie krijgen. Ja, dat krimp. De werkloosheid gaat stijgen. We gaan wat krimpen. En dat is geen instorten van de economie. Nou, ik heb wel eens het idee, dat heb ik ook wel een paar doemcolumns al over geschreven. En misschien is dat ook goed, hè? Want dingen verdwijnen en dan komen er weer nieuwe dingen voor terug. Nou, maar ik vraag me wel eens af, wordt er niet gewoon onherstelbare schade nu aangericht? Maar het punt is dat Europa, maar ook in Nederland. Dat economische proces, dat is natuurlijk een proces van continue vernieuwing en verandering. Als je de Nederlandse economie, ik was vaker gezegd, nu vergelijkt met die van 20 jaar geleden, 40 jaar geleden, 60 jaar geleden, zijn er enorme veranderingen geweest. Wat betekent dat in de loop van tijd echt heel veel sectoren en mensen failliet zijn gegaan, andere banen moeten zoeken. Dat is het natuurlijke economische proces. De wereld ontwikkelt zich, er komen nieuwe producten, verdwijnen producten. We rijden niet meer op een paard, we rijden in een auto. We willen niks meer, we willen alle dingen mogen niet meer. Dat moet allemaal vertaald worden in die economie. Dus ja, dat is van alle tijden. En zo niet erg. Dat hoort ook zo. Kijk, en wat er nou de afgelopen 25 jaar is gebeurd eigenlijk,
Je kent de economie, is cyclisch, hè, goede tijden, slechte tijden wisselen elkaar af. Maar wat hebben we nou geprobeerd? Als het mannen mag proberen, als het maar een beetje slecht is, gaan we ingrijpen. Ja. En dat is nou precies waar je mee moet opletten. Want dan verstoor je het aanpassingsproces. Dan blijven allerlei dingen bestaan die eigenlijk in de loop van de tijd moeten verdwijnen. Allerlei bedrijven blijven bestaan die eigenlijk gewoon geen bestaansrecht meer hebben. Kijk, als het geld gratis is en je krijgt nog een beetje subsidie, ja, dan kun je gewoon niet meer failliet gaan. Ja. Dus al die mensen, dat is wel fijn voor het bedrijf, maar de economie komt tot stilstand. De economie bevriest. Want ja, iedereen, normaal zou je zeggen, er gaan een aantal mensen failliet. Die gaan andere dingen doen. Ja, die komen in andere bedrijven treden. Als dat niet meer kan, dan stagneert die economie gewoon. Maar is dat iets wat zijn beloop nou eenmaal heeft en dan staan er creatieve ondernemers op en die verzinnen dingen? Of heb je als overheid daar ook, moet je daar sturing op hebben of moet je dat juist een beetje laten lopen? Normaal is het een natuurlijk proces. Hè? We realiseren ons, dit willen we niet meer. Nou, die partijen verdwijnen, we gaan andere dingen. Maar in de afgelopen 25 jaar is de overheid zo dusdanig ingrijpen. Het mag niet meer tegenzitten. Hè? We zijn dus gaan ingrijpen om dat veranderingsproces stil te zetten. Ja. De positieve dingen mogen doorgaan, maar de negatieve dingen moeten we tegenhouden. Maar de resultante van negatieve dingen tegenhouden is dat het groter wordt. Dat blijft allemaal bestaan. Ja. Dus dat hele natuurlijke aanpassingsproces is helemaal verstoord. Als je dat 25 jaar doet, dan zit je op een gegeven moment in een hele rare situatie met heel veel bedrijven die eigenlijk gewoon er niet meer zouden moeten zijn, die al lang verdwenen zouden zijn in een normale economische cyclus. Dan hadden die mensen al lang ander werk gevonden, waren al lang andere ondernemers geweest. Maar wat voor soort bedrijven, want jij gaat veel verder terug dan dat ik dacht, 25 jaar. Nee, wat voor bedrijven zijn er dan bijvoorbeeld nu, of branches of industrieën waarvan je denkt, die hadden eigenlijk hier al lang niet moeten zijn als je het wat meer in zijn gang had laten gaan? Kijk, alles wat er vroeger was, is er nog steeds. Er zijn nog steeds boeren. Alleen als je de landbouw van nu vergelijkt met die van 50 jaar geleden, dat is onvergelijkbaar. Ja. Dus een heleboel dingen zijn er nog wel. En voor alles is er wel een plaats, alleen hoeveel? Hoeveel van iets kunnen we hebben? Nou, want ik was daar heel erg getriggerd door Kees van der Staaij. Die stelde die vraag aan Mark Rutte bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Of hij stelde hem eigenlijk niet aan Mark Rutte, maar aan Sophie Hermans, de fractieleider van de VVD. Hij formuleerde dat heel lief, maar het kwam er wel op neer dat hij zei, goed mevrouw Hermans, maar heeft u enig idee, heeft uw partij enig idee waar Nederland straks nog wel geld mee verdient? Ja, dat hoeft want de vissers moeten stoppen en de boeren moeten stoppen moet stoppen. En daar had ze geen antwoord op. Het punt is, dat kun je niet weten. Probeer jij maar wat er allemaal gebeurt. Lang van tevoren weet niemand het. En later blijkt het allemaal logisch te zijn dat het gebeurd is. Je kunt geen economie plannen. Je regisseert dat niet. Dat hebben ze wel eens geprobeerd in het verleden. Dat hebben ze in Rusland geprobeerd. Is niet echt gelukt. China heeft het ook geprobeerd. Is ook niet echt gelukt. Dat gaat niet. Het is juist dat spel van we proberen maar wat. En sommige dingen werken, andere werken niet. En ineens is er een ondernemer met een goed idee. En dan gaat het groter worden. En dan komen er nieuwe dingen naar voren. Dat wordt allemaal afgeleid. Maar ik zit toch even te zoeken naar. Nee, maar het idee dat je gewoon een economie kunt plannen. Dat kan niet. Nee, maar dat is het uiterste. Maar je kunt bijvoorbeeld wel een visie hebben op. Nou, ik hoorde Karin van Gennep laatst. Moet er niet te veel visie hebben. Nee, dan ga je naar handelen. Je bent net Mark Rutte nu. Maar ja. Karin van Gennep zei bijvoorbeeld laatst, ik weet niet meer in welke contexten dat zei. Ja, ik weet het wel. Dat ging ook over dat de arbeidsproductiviteit in Nederland zorgelijk is, dit en dat. En ook dat die vrouwen niet aan het werk willen. Want daarom keek ik dat debat. Daar was ik door getriggerd. Maar die zei, ja, we moeten wel eens nadenken over wat voor economie willen wij hier hebben. En dat is ook in dat rapport van die Borstlab toen over de arbeidsmarkt, hè, waar die zei, we gaan naar een soort Amerikaanse toestanden toe, waar mensen drie kleine baantjes moeten stapelen om nog wat te kunnen verdienen. We hebben hier ook een hele economie inmiddels met allemaal van die grote pakhuizen en mensen die pakketjes in de rond brengen. Het is allemaal laagwaardige arbeid. Hoeveel? Je kunt gewoon een visie hebben op. Wij wilden ooit een kenniseconomie zijn, maar inmiddels hebben we juist heel veel laagwaardige baantjes gecreëerd. Ja. Maar tegelijkertijd wil iedereen gewoon alles kopen vanuit zijn pc. Allerlei dingen zijn de consequentie ook. Hè? Dat bedoel ik. We willen allemaal kunnen kopen vanuit zijn pc, snel en goedkoop. De consequentie daarvan is dat die dingen gebracht moeten worden. Dat bedoel ik nou, daar begon ik net over. Je kunt wel van alles willen. Hè? Lekker thuis shoppen en zo. Hè? Niet meer de straat op.
Maar ook dat is de ondernemers bedacht. Nee, ja, maar dan maak ik niet uit. Kies tussen goedkoop. Dat vonden we allemaal fantastisch. Bijzaak, bijvangst, consequenties. Dat heel veel mensen keihard moeten werken voor heel weinig geld. Ja, en dat bedoel ik met... Als je iets wil, het heeft allemaal consequenties. Nou ja, tenzij je als overheid zegt... prima dat jullie allemaal op je lui reet willen zitten... en pakketjes willen bestellen. Maar wij organiseren het wel zo... met bepaalde eisen aan minimumloon... of weet ik ja, hoe dat, je dat dan organiseert. Dat het dan gewoon niet kan als ondernemer. Dat je denkt, in Nederland is daar dan het klimaat niet voor. Dus zouden ze daar meer op moeten sturen? Nou ja, dat kun je ook van tevoren niet bedenken hoe het gaat... Het hele idee dat je echt goed kunt voorspellen wat er gaat gebeuren. In grote lijnen wel, maar in details niet. Dus je moet dat dingen gebeuren, dan zijn dit de consequenties. En dan kun je daar kijken of je dat dan kan doen met minimumlonen en arbeidscontracten. Ja, ja. En dan gaan er weer bedrijven verdwijnen. Dus dan gaan weer mensen lopen janken. Ja, maar ik heb nou iets gekocht, dat kan niet geleverd worden. Dat kost me te veel. Ja. Laten we zeggen, in de goederenwereld, ja, weet je wel, daar denken niet zo heel erg veel mensen over na, over zelf kunnen profiteren. Maar in de geldwereld zit iedereen te kijken, wat kan ik hiermee? Voor heel veel mensen is dit een enorme kans. Die gaan kijken, kunnen we nog een beetje speculeren? Kunnen we iets bedenken? Kunnen we een product ontwikkelen? En dus in de geldwereld zitten gewoon alle haaien zitten in de geldhandelen. Ja. Dus die denken, nou, als de minister wat bedenkt, daar kunnen wij wat mee. Ja. Prijsplafond, daar kunnen wij wat mee. Dit sluiten, daar kunnen wij wat mee. En iedereen zit gewoon te kijken. Dat zijn de scherpste jongens uit van de scholen. Dus weet je wel, ook als je dan dingen wil regelen, dan heb je gewoon geen clue met wie je te maken hebt. Je hebt te maken met de opgetelde slimheid van een hele grote groep mensen. Dus dan komen 15 jaar later achter in een parlementaire enquête. Ja, dat heeft geen zin natuurlijk. Want je moet bedenken, van dat kunnen wij wel willen. Maar dat gaat waarschijnlijk heel anders uitpakken dan we denken. Maar om nog even terug te komen op wat zou een overheid moeten of kunnen sturen in de economie die je wilt hebben... bijvoorbeeld ook in dat verhoor van Mark Rutte in de Groningen-affaire, het aardbevingenschandaal. Nou, dat was dezelfde dag als ook die Ben van Beurden, die topman van Shell. En ik ben helemaal voor dat politiek goed luistert naar bedrijven. Want bedrijven lossen dingen op, ondernemers lossen dingen op. Ja. Dus luister daarnaar. Maar die van Beurden, die zei ook van... nou nee, Mark Rutte is een vriend van mij en die zie ik ook privé. En ik kan hem altijd zo bellen. En de deur van torentje staat altijd open als ik iets wil. Dat is in principe goed. Maar er zitten dus ook allerlei start-ups, jonge bedrijven... creatieve ondernemers die entree niet hebben... Ja. Die op die manier toch waarschijnlijk tegengewerkt worden. Want zo'n bedrijf als Shell, maar dat geldt voor alle grote bedrijven... die willen natuurlijk gewoon een beetje hun belangetjes op orde houden. Maar daarmee demp je in feite misschien ook de innovatie van onderuit. Ja, dat zal ook een rol spelen, ja. Maar goed, als je echt iets bedenkt, als je creatief bent... Dan kun je, dat zei ik net al, de grote beesten kunnen iets met elkaar bedenken. Maar daaromheen is een heel groep mensen die creatief zijn... denken, nou, hier kunnen wij wel wat mee. Ja, maar dat zie je bijvoorbeeld ook nu met al die windmolens op zee. Ik was van de week bij die gestrande orka even op Katzand. En dan sta je daar in het donker op het strand. Ja. Nou nee, maar ik krijg bijna een epileptische aanval. Nee, ik snap wel dat die orka hier gestrand is. Want je kunt ook gewoon al die knipperende lampjes op zee. Je kunt ook naar Groningen gaan of naar Drenthe. En dat is ook een pijl van die parken. Ja, maar er zitten ook weer allerlei mensen die lachen zich helemaal rot. Die denken, joh, als jij windmolens wilt, dan gaan wij windmolens bouwen. Er wordt natuurlijk ook superveel geld verdiend door allerlei partijen. Er wordt superveel subsidie verleend. Nou, ja, dan gratis geld komt zo uit de lucht regenen. En hoe geld, subsidie, daar staan we al in de rij natuurlijk. Dus de overheid heeft een plan. Dat is mijn energietransitie. Hè, waar ik dus een verklaard tegenstander van ben. Want totaal zinloos kan niet. En nou komen de consequenties worden duidelijk. Ja, die zijn niet zo prettig. Ja, en allemaal met subsidie inderdaad. Ja, uiteraard. Ik merk aan mijzelf... Het is allemaal ontzettend belangrijk. Ja. Het is allemaal ontzettend goedkoop, maar het kan niet zonder subsidie. Dan weet je er al genoeg, Marjan. Ja, want ik moet wel zeggen... Heb jij het koud nu of niet? Nee. Daar heb ik veel lampjes aan nu. Maar ik heb het hele jaar, het is nu, wat is het vandaag? 20 oktober? Ja, wij nemen dit op 20 oktober. Ik heb nog niet één keer de verwarming aangehad in mijn huis. Ik vind het ook een sport om zo lang mogelijk te wachten met het aanzetten van de verwarming. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat het een warm najaar is. Nee. We hebben al nachtvorst gehad en alles. Vorst aan de grond. Nee. Ik heb het al wel een paar keer koud gehad. Maar ik heb ook zo'n spinningfiets hier. En een roeimachine. Daar ga ik gewoon bewegen. Nou, waar ik naartoe wil, is ik ben ineens eigenlijk best wel geworden van...
Beprijs het maar gewoon. Dus nu kunnen mensen ineens wel tochtstrips plaatsen. En nu kunnen mensen ineens wel onder een dekentje gaan zitten in plaats van het hele huis de verwarming laten loeien. Dus nu het daadwerkelijk serieus geld kost, zijn mensen wel te motiveren. Ik word er bijna een beetje groenlinksig van. Dat ik denk, nu kan het dus eigenlijk allemaal wel. Nu kunnen we allemaal wel een beetje op de meter gaan letten. Dus moet je dat dan niet veel meer doortrekken in plaats van al die subsidies? Toch meer straffen dan... Zonder energie is er niks. Hou zo simpel is. Is er niks. En dat is het basisproduct van alles. Gewoon alles. Er is niks wat zonder energie kan. Nou, dat is extreem duur aan het worden. Maar dat is extreem duur aan het worden niet door natuurkrachten. Nee, door het gevoerde beleid. Dus al deze problemen die voortvloeien uit de hoge energieprijzen, dat is de consequentie van beleid waar we voor staan. Dus het is onnodig, want je kunt ook ander beleid voeren. Dan gebeurt het allemaal niet. Dat laat onverlet dat we gewoon beter kunnen opletten hoe we met energie omgaan. Dat ben ik met je eens. Maar dat heeft niks te maken met hoge prijzen. Nee, maar je ziet nu het daadwerkelijk onbetaalbaar wordt, ja, zijn we ineens wel ook als burgers heel creatief. En voorheen waren we niet te motiveren. Ja. Dus met allemaal spotjes op tv van laat je kraan niet lopen als je je tanden poetst. Of zet het licht eens uit als je weg gaat boeien. Maar nu we het niet meer kunnen betalen, kunnen we het ineens allemaal wel. Nee, dus ik ben ineens eigenlijk heel erg geworden van gewoon met de zweep erover. Maar ik ben erg voor duurzaamheid. Ja, dat we een beetje opletten wat we doen. Jij bent een heel sober levend mens. Ja, maar goed, dat is geen beleid. Maar dat is wel een beetje opletten hoe we omgaan met de wereld. Daar is het al helemaal goed. Ja. Maar dat je gaat zeggen... En niet afhankelijk zijn van Rusland. Nee. Of van wie dan ook. Van niemand afhankelijk zijn, bij voorkeur. Hoe denk je dat we gaan doen dan? Nou nee, maar als streven. Nee, maar kijk nou gewoon eens hoeveel energie we gebruiken. Als samenleving, dat zou wel wat minder kunnen. En wat we kunnen produceren. En hoe gaan we dat dan produceren? Ja. Dan zie je gewoon dat allerlei dingen niet kunnen. Dus dat kan hebben, dat kan wel. Nee, ook hier geldt voor, dat kan ook. Maar dan gaan we terug naar de 60 jaar qua energieverbruik. Nou, dat kan prima. Nou ja, maar of we hebben nee, hier... Dat kan prima. Alleen, dat betekent een heel ander levensstijl. Nou, als we dat willen, be my guest. Nee, want jij doet nu net alsof de consument de grootste energieverbruiker is. Maar dat zijn ook bedrijven als Tata Steel en Rockwool en weet ik veel. Moeten we die in Nederland willen hebben? Nee, hoeven we helemaal niet hebben. Maar gaan we dan ook zeggen, we hoeven de producten niet te hebben die bedrijven maken? Want dat zeggen dan, die gaan we ergens anders kopen. Ja. Ja, oké. Okay. Dan is je afhankelijkheid weer daar. En het punt is dat je kunt wel zeggen, je kunt alles landelijk gooien. Gaan we ook stoppen met het kopen van die producten die daarmee gemaakt worden? Maar Kees, daar wilde ik dus even naartoe toen ik net aan jou vroeg van, zijn we niet iets onherstelbaar kapot aan het maken? Nee, ook niet. Nee, maar ook even, jij bent macro-econoom. Even op macroniveau. Als we nu allerlei... Er zijn allerlei industrieën die schreeuwen moord en brand. Hè? Dus die hele chemische industrie, ja, die kunstmestfabrikanten. Ook die partijen als Rockwool en Tata Steel, weet ik veel. Die zeggen, ja, maar wacht even. Wij moeten concurreren op een wereldmarkt waar ze deze energieprijzen niet hebben. Dus een heel deel van onze maakindustrie verdwijnt naar het buitenland. Ja. En dan zeggen deze producenten, dat zal niet tijdelijk zijn. Dat komt dan ook nooit meer terug. Je leert een aap klimmen, dan komt de concurrent bij. Wat betekent dat gewoon voor ons land, als je het hebt over, weet ik wel, handelsbalans of zo? Worden we een derde wereldland? Nou ja, dat loopt allemaal zo vaart niet, want dat gaat ook allemaal niet zo heel snel. Maar we kunnen zonder. Zelf, maar dan moet je wel iets alternatief bedenken. Hoe ga je het dan kopen? Wat gaan we dan doen dat we zoveel geld met elkaar verdienen? Dat we die spullen die exact. We, nou, waar ja. verdienen we het dan nog wel mee? Daar heeft niemand het antwoord op. Nee, maar dat kun je ook niet plannen. Dat bedoel ik met economische ontwikkeling. Dat is toch afhankelijk van allerlei mensen die denken van, nou ja, ik zie hier mogelijkheden. Want er komen die grote bedrijven, die energieslurpers gaan naar weg. Nou, daar zitten mensen in die allerlei kwaliteiten hebben. Die kan ik gebruiken voor iets anders. Nou, dan gaan we dat maar. Maar dat is maar een beetje, het sluiten is heel snel. Iets opbouwen. Wat erg wat staat, wat winstgevend is, waar we kunnen leven, dat is een langdurig proces. En met een beetje pech gaat het toch niet lukken. En dat we bij wijze van spreken, dat we 10 eenheden verdwijnen, dat we 6 voor terugkrijgen, ja, dan worden we minder rijk. Ja. Nou, dat kan. Nou ja, en ook op niet per se microniveau, maar op iets kleinere schaal.
zie je dat, dat zag je in corona ook, de winnaars zijn toch de grote jongens, de Amazons en de Ahold Delhaize. En de verliezers, dat zijn die kleinere bedrijven, dat is die kleine bakker en dat, dat kleine retailbedrijfje. En wat dat voor effect heeft op het platteland, ja. dat sterft alleen maar meer uit. Daar zitten toch weer de verliezers dan. Ja, maar goed, ja, dat is ook zo'n punt. Elke ontwikkeling heeft winnaars en verliezers. En die winnaars zijn altijd nu toch de wereldwijde, de grote spelers, de wereldspelers. Niet noodzakelijk, maar die zijn beter georganiseerd, die kunnen het goedkoper. En wij als klanten, Marjan Zwageman en Kees de Kort, Kees de Kort niet, Marjan Zwageman, die wil ook alles graag veel goedkoper hebben. Nee, want ik heb pepernootjes gekocht bij de bakker hier om de hoek. En het is niet voor niks dat in de loop van de tijd mensen alle veel rijker en welvarender zijn. Dat heeft ook te maken met dit soort processen, schaalvergroting, efficiëntieverbetering, kwaliteitsverbetering. Meer producten, meer keuze, meer mogelijkheden. Dat willen we ook. Dikke pech voor die ondernemers hadden ze moeten schakelen. Ja, maar dat was natuurlijk of een niche ook. Moeten vinden waar mensen allemaal voor willen betalen. Daar hadden we het net over economische ontwikkeling. Als je de economische structuur van Nederland nu vergelijkt met die van 20, 40, 60 jaar geleden. Dan kun je zo bedenken dat er in de loop van de tijd heel erg veel mensen en heel erg veel bedrijven iets anders hebben moeten bedenken. En dat is natuurlijk leuk, maar dat is het economische proces. Ja. Nou ja. In principe. En daar erger ik me echt kapot aan. Dat ook de partijen in de Tweede Kamer die dan zeggen voor ondernemers te zijn. Zoals BBB, hè, boeren zijn ook ondernemers. Of Van Haga, een van de weinige ondernemers in de Tweede Kamer. Die gaan ook helemaal mee in dat hele steunpakkettenverhaal. Hè. En ik hoor eigenlijk niemand. Nou ja, kijk, met dat corona-verhaal, die economische crisis, was ook zelf veroorzaakt. Jawel, maar als jij begint over lockdowns, ja. Dan weet je één ding zeker, dat er gaan een heleboel mensen, die komen groot leven. Ja, maar dus nu hebben we het over een groter, langer durende ding. Nee, maar ding. Het probleem is dus, je veroorzaakt eerst het probleem zelf. Je had ook namelijk wat anders kunnen doen. En dan ga je het daarna compenseren. Ja. En dat nu weer, nou hebben we zelf het probleem veroorzaakt. En dan gaan we weer compenseren. Maar het probleem is er nog steeds. Gaan we dan blijven dan compenseren? Dan doodlopende weg. Ja. Je moet je realiseren, als er een probleem is, hebben wij dan. Wat is nou het probleem? Die energiecrisis is door de. Gewoon self-inflicted. Dat is gewoon allemaal. Ja, maar als je die vervolgens binnen de EU gebruikt om weer een herverdeling van geld te organiseren van de rijke landen in het noorden naar de arme landen, dan ga je bijna, ik weet dat jij niet in complotten gelooft, maar dan ga je bijna denken, het kwam wel heel goed uit ook, een zelfgeorganiseerde energiecrisis. Maar het punt is, weet je, met geld geven los je niks op. Probeer dat te begrijpen. Je kunt wel geld geven, dan los je, dan krijgen we dan meer energie? Gaat de vraag afnemen? Nee, we geven gewoon geld. Wat lossen we op, behalve dat we mensen even blij maken? Nou, ze gaan nu wel dan gezamenlijk inkopen binnen de EU. Wat denk je nou zelf? Nou ja, dat ze niet elkaar de markt afvechten, dat zal wel enig effect op de prijs hebben. Ik zou zeggen, de energietransitie heeft een veel groter effect. Hè? Minder aanbod, meer vraag. Dus je kunt allemaal dingen bedenken om daar de scherpe kantjes af te zetten. Maar dat is geen oplossing. Dat zijn junks, man. Gewoon junks. Ja. We zijn steunjunks geworden. Ja. We hebben een zelf heel ongezonde levensstijl. Geef ons maar een shotje, dan kunnen we dat even vergeten. We zijn gewoon steunjunks. Ja. We zijn bijna iedere keer opnieuw eigen schuld. Als er een financiële crisis komt, is het ook eigen schuld. Nou, de schuld van centrale banken dan, want die hebben gewoon gratis geld geïntroduceerd. En dat betekent dat mensen en organisaties en iedereen gaat kijken, hoe kan ik hier iets aan verdienen? Ja. En dan gaan we creatieve dingen doen en nog creatieve dingen en nog creatieve dingen. Nou, en dat gaat een keer mis. Dus nou ja, ook deze crisis, ook die financiële crisis, is een 1-op-1 resultante van het beleid van centrale banken, die niet wilden toestaan dat er een paar bedrijven fiets zouden gaan, die alles aan de praat houden. Nou ja, die centrale banken wilden dat misschien wel toestaan, maar de politici willen gewoon iedereen redden. Luister, in de politiek is een wedstrijdje, wie heeft de zieligste ontvangen. Wat nou het allerergste is, hè? Politici moeten, centrale banken, dat zijn technici, techneuten, die hele lange termijn contracten krijgen, van een jaar of 8. En waarom krijgen ze 8 jaar? Omdat ze dan niet afhankelijk zijn van politieke druk. Dat is de theorie achter centrale bankieren. Ja. Dus jullie zitten hier en we gaan jullie een beetje vrijwaren van politieke druk. Ja. En wat blijkt nou? Die centrale bankiers zijn nog politieker dan de politici zelf. Er zit een idealisme achter. Tuurlijk niet. Nee, kijk, die centrale bankier, die moet, als het gezellig wordt, moet centrale bankier zeggen, we sluiten de tap.
Ja. Dat het niet te gezellig wordt, dat het niet uit de hand loopt. Ja. Wat moet de straal om nu? Het wordt gezellig. Dan gaan we gewoon blijven de tap openzetten. We gooien nog een schepje boven. Wij gaan Nieuw vat eraan. Jouw taak, straal hier, is dat je als onprettig, dat je desnoods onprettige dingen gaat voorstellen. Gewoon niet leuk. Maar dan kunnen ze voorstellen. Maar die Tweede Kamer, die wil de steunpakketten. Daar hebben ze niks mee te maken. Je centraal bankiers moet spelbederven durven zijn. Ja. En als je geen spelbederven durft te zijn, moet je geen straal bankier worden. Want dat is jouw taak. We hadden gewoon een strengere Klaas Knot nodig. Als wij met elkaar zijn en we doen rare dingen, moet iemand zeggen, sorry, hier stopt het. Ja. Nee, ze hebben gewoon olie op het vuur gegooid. Dus ze hebben niet gedaan wat ze moeten doen. Ze zijn nog politieker dan de politici. En je kunt wel zeggen, we hebben de rente omlaag. Maar als je dan gaat iedereen zitten kijken, hoe kan ik hiervan profiteren? Dus dan creëer je gewoon je toekomstige crisis. Want er gaan allemaal creatieve dingen gebeuren. Te creatief en nog creatiever. En dan maar je kan toch ook als regering niet zo mee willen gaan in die gratis geldeconomie. Wij hebben nu een begroting liggen met een gat van 40 miljard erin. Luister even, de centrale bankier is de politiek. De centrale bankier is in principe gescheiden circuits. En ster, wat ik al zei, die centrale bankier hebben speciale posities om te voorkomen. Ja. In theorie, op papier, dat de consequenties van de politici te groot gaan worden. Ja. Nee, wat doen ze nou? Ze doen dingen die het alleen maar groter maken. Omdat ze gewoon niet het feestje durven te stoppen. Dat is het punt. Hè? Je moet impopulair durven zijn. Je moet durven zeggen, dit is het, we stoppen ermee. Maar dan kan je ook als Klaas Knot zijn. Hè? Klaas onderdeel van de ECB. Hè? Die zit ook met de ECB. Ja, precies. Want ik wou maar zeggen, de Nederlandse centrale bank kan daar niet zo bar veel meer aan doen. Want Klaas Knot schijnt dan in Europa een van de diehards wel te zijn die probeert dingen tegen te houden. Wat merken we daarvan? Niks, want dan krijgt hij in zijn eentje dus niet voor elkaar. Nou, hij krijgt hij niet voor elkaar. Maar hij heeft het ook geprobeerd. Beweerd. Weet ik, ik zit er niet bij. Dat zijn de vrienden van Klaas Knot natuurlijk die het allemaal roepen. Nee. Hij gaat er een beetje een randje te friemelen, maar dat hele circus opgeteld. Hè, Klaas niet één straal een keer. Die hebben daar die ECB, God weet hoe wat er zijn, de Fed, de Bank of England, Japan. Ja. Die het allemaal. Ja. Nee, die durven niet te doen wat ze moeten doen om grote leed te vermijden. Dat betekent dus dat je die gaat iets doen wat onpopulair is. Groei zwakt af, werkloosheid gaat toenemen, allemaal onprettige dingen. Nu in de hoop dat het straks dan weer wat beter gaat. Ja. Nee, maar we gaan niet onpopulaire dingen doen. We gaan kijken of het schip nog drijft, of het een beetje vaart in die tanken kunnen houden. Waardoor de onderliggende problemen, waar het aanpassingsproces niet op gang komt, nog veel groter worden. Dan krijg je dat gedonder met al die consequenties en gratis geldkennen erbij. Die mensen zijn echt verantwoordelijk voor onwaarschijnlijk veel ellende. Nu niet, hè, want het is alles afgekocht. De wal begint het schip te keren. Wat is het volgende grote ding wat jij ziet opdoemen nu? Kijk wat ze nou gaan proberen. Nog gekkere maatregelen nemen. Maar Jan, als jij 5 jaar geleden had gezegd, of 6 jaar, dat de rente negatief kon zijn. Als ik dat had gezegd, al mijn kennis gegeven. Hoe ga jij eens een jaar met vakantie? Ja. Je hebt een burn-out. Je bent helemaal weg kwijt. En daarna was gewoon normaal. En dus ze zijn in staat geweest om met gekkere, nog grotere maten iedere keer opnieuw een beetje te keren. Ja. Ja, misschien weten ze nog een konijn naar de hoek getroffen, maar ze worden alle maatregelen worden groter en gekker. Maar ook dat energieprijsplafond, Europa breed eigenlijk. Op deze manier had je toch ook 5 jaar geleden je niet kunnen indenken? Nee, we betalen toch zelf? Wat denk je? De overheid... Iets kost 20 en wij betalen 10. Wie betaalt die andere 10? Ja. Ja, wij natuurlijk, via de belastingen. Ja. Ja, wat denk jij? Dat is nou ja, en tot de dag van vandaag is er nog de discussie van... maar betalen we dan de kostprijs plus een beetje voor de service... of zitten we een deel van hun winsten te financieren met belastinggeld? Het belangrijkste is, die prijs had niet zo hoog hoeven zijn. Die discussie voert dus echt helemaal niemand. Nee, en dat is met het stikstofverhaal ook. Daar heb je druk over gemaakt. Het grote voorbeeld vond ik altijd Enschede... Hè? Aan de Nederlandse kant code gitzwart. Ja. Gitzwart. Onmiddellijk stoppen. We gaan dood. Ja. 1 kilometer verder. Bouw nog een stal, jongens. Grotere. Dan weet je toch al dat we de weg kwijt zijn. Dat er hele rare dingen gebeuren. Ja. Met stikstof.
Het heeft nog maar beperkte consequenties eigenlijk. Ik schreef nou eigenlijk in vergelijking met die energietransitie. Want energie is... Er is niks zonder energie. Niks. Ja. Nou, en dan gaan wij blijven we gewoon aanbod beperken. Antifossiel denken. Weet je wel, dan werk je jezelf in de nesten. Dat kan niet anders. Dan gaan die prijzen omhoog. Dat had eerder kunnen gebeuren. Had wat later kunnen gebeuren. Ja. Dat moment is daar. Ja, en voorheen maakte ik me inderdaad alleen maar druk over... Oké, als het 1000 miljard kost of zo... wat gaat dat financieel dan betekenen voor de samenleving? Maar inmiddels ben ik gewoon een prepper geworden, weet je wel? En denk ik, nee, ik moet mij gaan voorbereiden op gewoon echt totale chaos. Nou, je hebt het in Frankrijk natuurlijk al gezien. Er zonden gewoon al die Nederlanders ook gestrand... want er was geen brandstof meer te krijgen aan de pomp. Ja. En ik denk... Ik kan mij niet voorstellen dat onze energievoorziening zo stabiel blijft als wij het gewend waren in Nederland. Ik sorteer daar niet op voor. Dat kan niet zo blijven. Maar dan moeten wij van allerlei besluiten af. Dan moeten we dingen terugdraaien. Ja, nou, ik zag toevallig vanochtend... We hebben in de loop van de tijd besluiten genomen die gewoon willens en wetens bewust... Dat dit consequenties van zijn. Ja, dan moet je niet gek kijken op er allemaal rare dingen gebeuren. Nou, ik had vorige week had ik Rick van der Ploeg bij mij in de podcast. Heb je daar een stukje van gehoord of niet? Even naar econoom, toch? En hij is tegenwoordig professor aan de Universiteit van Oxford. Hij doseert al een hele tijd. En hij bemoeit zich ook heel erg met die... hij noemt zichzelf geloof ik ook klimaateconoom. En... ik was wel benieuwd naar jouw reactie op wat hij zei. Als je wat aan het milieu doet, het is eigenlijk niet zo kostbaar. 1-2% van GDP, van nationaal inkomen op z'n hoogst. Ook omdat je het geld allemaal weer terugsluist. Als Trump correct is, dan zijn de hoogste kosten misschien 1-2%. Nou, stel je nou voor dat je niks doet en Trump volgt. Maar dat blijkt dat de klimaatwetenschappers gelijk hebben. Dan zijn de kosten kunnen wel 30-40% van nationaal inkomen zijn. Dus waar ik naar zoek, is dat ik neem de sceptici serieus. En ik zoek voor, waarbij je probeert het minimaliseren van het maximale spijt. Hoe kijk jij naar zijn redenering? Ten eerste zegt hij, het is eigenlijk helemaal niet zo duur. Het is 1-2% van het nationale inkomen. Waar gaat het over? En als je niks doet, dan wordt het allemaal heel veel duurder als zij gelijk hebben. Dat heeft te maken met het voorzorgsprincipe. Ja. Dat is in Nederland, blijkbaar ook in Engeland, dominant geworden. Nee? Alles moet voorkomen worden. Maar economie en beleid maken is kiezen tussen een aantal varianten. Ja. En elke variant heeft plussen en minnen. Je moet gewoon kiezen tussen. Als er veel plussen zijn en weinig minnen. Maar er mag geen voorzorg betekent geen minnen meer. Alles moet afgedekt worden. Dat was natuurlijk met dat coronaverhaal ook een jaartje of 2,5 geleden. Iedere dode is er één te veel. Ja. Dat is een loofwaardig schreef. Maar wat is de prijs voor iedere dode? Hoeveel geld hebben wij over als samenleving voor iedere dode? Nou, en dat was ook heel selectief. Want het waren alleen de coronadoden waar we dat geld voor overhouden. Dat komt erbij. Maar dat is voorzorg. En dat is nou ook... Dat voorzorgsprincipe staat natuurlijk haaks op gewoon serieus beleid te ontwikkelen. Want dan weet je gewoon dat je keuze moet maken... En dat sommige dingen onprettig zijn. Nou, maar hij zei ook van het is eigenlijk helemaal niet zo duur, die energietransitie. Maar dan is ook dus de vraag, wat reken je dan allemaal mee? Want nu, al die bedrijven die nu aan het omvallen zijn en het effect daar weer van op de economie, dat vraag ik me dan af. Dan moet ik eigenlijk in een vervolggesprek nog eens even met hem over in discussie. Dat niet zo duur is. Van, ja. Wat reken je dan precies? Ja, ik heb het getal weer bereikt, maar volgens mij is het extreem duur. Maar het is niet alleen subsidie. Het is ook belastingen. Je hebt subsidies, nou dat loopt al lekker op. Je hebt belastingbeperkingen. En je hebt natuurlijk lasten die worden overgeheveld aan energiebedrijven. Kijk maar naar jouw energierekening. De netwerkkosten van jouw energierekening, ik weet niet of je wel eens naar gekeken hebt, die zijn geëxplodeerd. Alleen dat komt door de technische veranderingen die de energiemaatschappij... Zij moeten dat net ook weer uitbreiden, Dus je hebt dus direct subsidie. Ja. Je hebt de belastingkortingen. En je hebt dit soort dingen die afgewenteld worden op. En dus dat loopt allemaal behoorlijk op. Nou, ik heb wel eens met Marcel Krok over gehad. Jaren geleden, toen had Marcel Krok al met een groep mensen... die berekening gemaakt dat het 1000 miljard ging kosten in Nederland.
Dat is op een gegeven moment toen door Thierry overgenomen. Dus toen moest iedereen daar heel hard om lachen. Later bleek dat het redelijk accuraat was. Maar daar zitten alsnog niet nu al die gevolgkosten in van alle schade die er nu wordt aangericht. Nee. Dus als industrieën nu omvallen en voor altijd uit Nederland vertrekken. Ja, wat reken je allemaal mee? Je kunt wel zeggen van, weet je wel, we stoppen met minder fossiel, minder kolen. Dat vervangen we door wind en zon. Ja. En misschien nog wat niet. Kernenergie is nu dan wel eindelijk bespreekbaar. Bespreekbaar. Het woord mag vallen zonder dat iemand hysterisch wordt. Greta Thunberg krijgt niet meer een paniekaanval als je het hebt over kerncentrales. Die Duitsers mogen hun centrale wel een jaartje openhouden. Ja. Goed, maar mijn punt is alleen maar. De energievoorziening wordt volkomen onbetrouwbaar en veel duurder. En dat heeft natuurlijk weer tweede, derde, vierde orde effecten. Exact. Dus dat wil zeggen, dus het maken, dat creëren van die wereld is al in mijn beleving extreem duur. Maar de consequenties, daar worden we nou mee geconfronteerd. Ja, ja. En vragen aanbod, verhouding, hogere prijzen. Ja. Ja, dus weet je kunt wel zeggen, dit kost het om windenergie te krijgen. Ja, ja. Maar dat heeft wel, die wereldmarktprijzen, die reageren er ook op. Wat er allemaal gebeurt. Nou ja, en je ziet inmiddels nu kijk, gewoon, en dat de consequenties hebben nu gewoon zijn achter de voordeuren bij mensen nu gewoon zichtbaar en voelbaar. En dat zei ik ook tegen hem, van, hoe kan je als Partij van de Arbeid, man, daar nou achter blijven staan als je gewoon weet dat er oude vrouwtjes nu met drie vesten aan in zitten te bibberen in hun koude huisjes? Toen we daaraan begonnen, aan die energietransitie, was natuurlijk een enorme vraag aan, heel veel aanbod van energie en een beperkte veld vrouw. Die prijzen waren allemaal vrij laag. Maar naarmate je dus aanbod van die uit die markt haalt, ja, weet je, op een gegeven moment begint het te dringen. Dat was nou toevallig vorig jaar in deze tijd. Dat had ook eerder kunnen gebeuren, had ook laag kunnen gebeuren. Een ongelukkig samenloop van omstandigheden. En die energietransitie leidt niet tot meer aanbod. Voorlopig. Die leidt voorlopig tot heel veel minder aanbod. Ja. Dat heeft economische consequenties. En dat wordt nu een keer duidelijk. Het is nog erger geworden door het gedonder in Rusland natuurlijk. Nou ja, en je hoeft maar één rondje door Nederland te rijden en te zien, dus ondanks dat we nu, als je ziet hoe ongelooflijk veel windmolens er overal al staan. En hoeveel van die weilanden er al vol liggen met zonnepanelen. En we zijn nog niet... Dit was de camera. Ja, dit. Ja, dus dan denk je, wat voor land hebben we dan straks? Dat ziet toch iedereen? Wat je dan krijgt, dat is ook het hele punt. Windenergie en zonne-energie is onbetrouwbaar. Ja, dat is niet waar. Grillig. En een energienet is, de vraag aanbod is, moet per seconden gelijk zijn. Ja. Dat is duizendwekkend gecompliceerd. Dus wat heb je? Op het moment dat er dus geen wind en geen zon is, dat in de winter bijvoorbeeld, en de vraag, waar komt dan de energie vandaan? Dus dat hele duurzame circuit staat naast het oude circuit. Dat gewoon moet, nee, alles moet er blijven. Ja. Want als er geen duurzaamheid is, willen we wel warm, hebben. Nee, dus je creëert hier een net. Ik ben echt een klimaatoptimist nog steeds hierin. Dat woord heb ik ooit gemunt, is later gejat door andere mensen. Maar dat is heb ik bewijs op NPO Radio 2. Wat is een klimaatoptimist? Nou, ik weet zeker, 100% zeker, ondernemers gaan dit oplossen. Dus nu wordt het dan nog. Er is niks aan de hand. Nee, maar waar het mij om gaat is, kijk, dat we fossiele brandstoffen zijn gaan gebruiken, heeft ook maar een keer iemand uitgevonden. Heeft ook gewoon iemand gedacht. Het feit dat jij nou in Den Haag in een mooi huis zit, is voor een heel groot gedeelte toe te schrijven aan het vinden van fossiele brandstoffen. Ja, tuurlijk. Maar dat er niet ook andere oplossingen mogelijk zijn met onze creatieve geesten. Ik ben er 100% van overtuigd dat we andere oplossingen gaan vinden. En dat we ook oplossingen, goede, normale, duurzame oplossingen gaan vinden voor dat opslaan van die energie. Nu wordt er dan aan waterstof gedacht, maar daar komen weer oplossingen voor. Maar we leven nu. Maar het loopt niet synchroon. Je kan niet met het een stoppen terwijl het ander nog niet uitgevonden is. Maar je zet misschien wel een beetje druk op de ketel om wat innovatie daar te creëren. Daar ben ik nog wel optimistisch over. En met die duurzame energie, die poot duurzame energielevering, die is daarvan zijn opbrengsten heel wisselend. Dus als er heel weinig opbrengst is, moet al het bestaande dingen moeten gewoon blijven. Alleen om de energie te kunnen leveren als de duurzame vanwege licht en wind niet leveren. Ja. Het is gewoon een extra plus bovenop wat we hebben. Omdat het onbetrouwbaar is. Ja. Dus nu nog. Dat blijft ook zo, want het blijft onbetrouwbaar.
Wind en zon blijven omhoog. Maar het opslaan, daar kunnen we wel oplossingen. Dat weet ik zeker. Als we 10 jaar verder zijn, dan denken we, waar hadden we het toen over? Dan kunnen we ons ook niet meer voorstellen dat we die hele zee hadden volgebouwd met windmolens. Daar ben ik 100% van overtuigd. Er komen andere oplossingen. Of dat duurt misschien geen 10 jaar, maar dan duurt het 30 jaar. Maar we leven nu in 2022. Ja. Maar nu zetten we onze welvaart onder druk. Ja, niet een klein beetje. Ja, en we zien nu wat het oplevert. Gaan we dat de komende 20 jaar doen? Totdat er in 2042 iets anders is bedacht voor de opslag van wind- en zonne-energie? Totale waanzin. Ja. Maar ook dat moet wel een beetje gaan schuren dat mensen in beweging komen. Dat is ook wat ik net bedoelde met, ik heb de verwarming nog niet aangezet. Pas op het moment dat je echt gaat voelen van, er moet echt een andere oplossing komen. Dan komen heel veel mensen en bedrijven pas in beweging. En daarvoor zit gewoon die Ben van Beurden zit gewoon in een torentje om te zeggen, joh, kunnen we dat eventjes een beetje uit de markt houden? Dat is wat ik bedoel. Als dit soort luidjes die bij de status quo gebaat zijn, de entree hebben naar de minister-president, dan hou je dus de echte innovatieve bedrijven. Je kunt toch gewoon beginnen? Wie houdt ze tegen? Nou ja, maar als er gewoon geen infrastructuur is, of wordt op een andere manier wordt je tegengewerkt. Nou, het speelveld moet helemaal klaargemaakt worden voor jou. En subsidie natuurlijk, zodat jij. Nee, maar het moet niet tegengewerkt worden. Als iemand of iets nieuws wil bedenken, wie werkt iemand tegen? Nou ja, als je gewoon geen vergunning krijgt om een windmolen te bouwen, komt er geen windmolen, maar goed, maar die windmolen. Nee, maar nu noem ik even die windmolen als voorbeeld. Maar als het straks de betere opvolger van de windmolen is, want we hebben nou eenmaal gekozen voor een weg, en dan weet je ook te gaan. Heb je ook in de coronacrisis gezien? We waren namelijk gekozen voor we gaan vaccineren. En dan was er geen ruimte om ook nog naar andere dingen te kijken. Maar wat we nu krijgen, kijk, die vaccinatie, dat was voor gezondheid tijdelijk. Maar we gaan dan gewoon inleven in welvaart. Ja. Dan kun je van alles bij genoemen, maar het eerste oorzaak is de energietransitie. En het beleid ten aanzien van Rusland, dat gaat gewoon welvaartsverlies opleiden. Voor Nederland is het totaliteit. En, wat je net zei, voor heel veel mensen in het bijzonder. Ja. De onderkant van de samenleving, die gaat gewoon serieus, die gaat klappen krijgen. Ja, Dat is aan het begin. Dat is aan het begin. De werklozen gaan ons stijgen, faillissementen gaan komen. Dus dat is echt van een andere orde van grootte dan dat je zegt van, nou ja, je kunt wat subsidie krijgen zolang we een lockdown hebben. Jij zei helemaal aan het begin, het kan ook nog meevallen. Ja. Nou, we zien al dat die ergste piek van de energieprijzen lijken we gehad te hebben. Ja, maar wat zie jij even positief eindigen? Wat zou er nog meevallen? Het is niet aan het gebeuren. Hè? Want de beleidsmakers, dit is in essentie allemaal beleidscrisis. Ja. Als die mensen. Er kan iemand tot inzicht komen. Er komen verkiezingen. Dat zou kunnen, ja. Dat gezegd gaat worden van, nou, misschien moeten we hier eens wat een tandje minder, daar een tandje minder. Wil je broers even tik voor zijn hart schenen? Weet je wel? Dat zou kunnen. Hè? Want nogmaals, het is niet een van buiten komend onheil. Het is geen natuurramp. Het is bewust gekozen besluiten. Zonder na te denken over de consequenties. Daar worden we namelijk geconfronteerd. Nou, hoe lang gaan we daarmee door? Dus de enige meevaller die we kunnen hebben is dat er iemand wakker wordt, kaagschrikt wakker en denkt, het moet toch allemaal anders. Ja, kijk. Rutte ziet het licht. Rob Jetten ziet het licht. Nou, Rob Jetten ziet niks. Dat is helaas. Maar dan ben ik niet zo hoopvol, want ik zie zo weinig tegengeluid. Fatsoenlijk, normaal tegengeluid zonder de reptielen bij te halen. Het fascinerende is, Marjan. Gewoon onderbouwd tegengeluid. Wat fascinerend is. We hebben allemaal internet, Google, snel 5G. Kunnen toch dingen opzoeken? Kijk eens een beetje om je heen. Datgene wat ik hoor. Ja. Dan hoef je alleen maar te denken, is dat ook zo? Dan hoef je niet heel lang te zoeken, hoor. Dat is echt. Nee, tussen de vorige keer dat ik jou sprak en nu hebben we een begroting met een gat van 40 miljard. Wat is er de volgende keer aan de hand als ik jou weer zie? Nee, er worden wat meer mensen werkeloos. Maar het punt daarvan de recessie is dat mensen voorzichtiger worden. Ja, dat ze een beetje op het kleins gaan letten, dat er niet echt meer geïnvesteerd wordt. Dat zie je gewoon gebeuren. Weet je wel? Ja. Dat is het natuurlijke proces in de economie. Dat je van tijd tot tijd moet je als het ware een aantal dingen resetten en weer opnieuw beginnen. Afscheid nemen van dingen. En tijdelijk. En dan proberen iets nieuws te bedenken met elkaar. Ja. En dan moet je niet gaan zeggen aan de regering dat die zal ze nog wat bedenken. Want dat heeft natuurlijk geen zin. Nee, dat moet van mensen ondernemers afkomen. Die denken, nou weet je wel. Nu denk ik wel dat dit kan en dat kan. De tijd is rijp voor nieuwe vindingen.
Ja, of bestaande dingen beter. Het hoeft allemaal nieuw te zijn. Ja. Er zijn zoveel nieuwe dingen. Maar het is ook het proces van gestage verbetering. Iemand die denkt van dit kan ik beter, dit kan ik handiger, dit kan ik mooier, dit kan ik goedkoper, dit kan ik sneller. Ja. Daarmee verkopen, dat trekt vragen aan. Ja. En dan kan je een bedrijf beginnen. Er is al heel veel nieuws gebeurd in je hard tijd natuurlijk. Alleen maar wel beter en veranderd. Ja. Dat aanpast voor de rest van de economie. Hè? Dat je gewoon zegt, dat moet een keer gebeuren. En dat is natuurlijk gang van zaken. Nou, dan ga ik daarop letten de komende weken. Gaat in een paar weken gebeuren, Marjan. Of ik lichtpuntjes zie. No worries. Dankjewel, Kees. Oké, okay, Marjan.